Goed, hier is de uitleg voor het berekenen van de oppervlakte van een cirkel. Voor vragen over het huiswerk heb ik op donderdag al gezegd dat je mij een berichtje kon sturen in Teams. Daar heb ik hopelijk op gereageerd als jullie dat hebben gedaan. Voor vandaag moesten jullie dus al af hebben som 48 plus 50 tot en met 54. De lesdoelen van deze les zijn: ik kan de oppervlakte van een cirkel berekenen. En nummer 2, ik ken de formules voor de omtrek en de oppervlakte van een cirkel en ik kan ze uit elkaar houden. Dat is heel belangrijk. Nummer 1, ik kan de oppervlakte van een cirkel berekenen. De oppervlakte van een cirkel bereken je met deze formule. Ik schrijf hem even op. Ik ga de pen iets dunner maken. Oppervlakte van een cirkel is... Schrijf dit ook op in je schrift. Pi. Zo schrijf je het symbool pi. Je mag hem ook met één gekruld pootje maken en een dakje. Pi keer straal. Ik zal een x'je maken. Keer straal kwadraat. Dat is dat tweetje erboven. Dus eigenlijk pi keer straal keer straal. Maar pi keer straal kwadraat schrijft korter. We gaan het ook meteen even oefenen. Som 57 is onderdeel van je nieuwe huiswerk, dus schrijf mee. Van een cirkel is de straal 3 centimeter. Bereken de oppervlakte in 2 decimalen. Nou, we hebben de straal, die is dus al gegeven. En omdat die een centimeter is, berekenen we de oppervlakte in vierkante centimeter. Je schrijft het als volgt op: oppervlakte cirkel, dus net zoals hierboven, is pi keer, de straal is 3 centimeter, dus dan vullen we in plaats van het woord straal 3 in en daar kwadraat. Mag je op je rekenmachine intikken, maar je mag het ook eerst uitrekenen wat 3 kwadraat is. 3 kwadraat is 9. Deze stap in het midden is optioneel, die mag je dus ook overslaan. Je mag ook meteen pi keer 3 kwadraat intikken en uitrekenen. Als je dat op je rekenmachine intikt, dan krijg je, even kijken, daar zit pi keer 3 kwadraat ongeveer. En omdat het ongeveer is, ik moet afronden, berekenen in 2 decimalen. Ongeveer maak ik golfjes en niet een is-teken. 28,27. En dan hebben we centimeter met een tweetje, dus vierkante centimeter er nog achter. Dit is de oppervlakte van die cirkel. Stel nou dat je een opgave krijgt waarbij je de diameter van een cirkel gegeven krijgt. Ik doe het even in het rood. Diameter. Als je die hebt, dan kun je daar heel makkelijk naar de straal toe komen. Want als je de diameter weet, de straal is de helft. Als je een cirkel voor je ziet, teken even eentje. Dan hebben we een diameter, bijvoorbeeld. Dat is van de ene kant van de cirkel door het midden rechtdoor naar de andere kant. Stel, diameter is 10 centimeter. Dan moet je dus eerst zorgen dat je de straal uitrekent. De straal is dan natuurlijk 5 centimeter. Dat is de helft. Vanaf het midden van de cirkel naar het uiteinde van de cirkel. Dat is de straal. Oké, lesdoel nummer 2. Ik ken de formules voor de omtrek van een cirkel en de oppervlakte en ik kan ze uit elkaar houden. De formule voor de omtrek hadden we al in ons schrift staan. Je mag ze nu ook nog een keertje beide bij elkaar zetten. Omtrek van een cirkel is pi keer diameter.
De omtrek van een cirkel is natuurlijk hoe lang het is als je er een rondje omheen loopt, zeg maar. Als je langs de buitenkant van de cirkel loopt. Dat is dus een lengte, dus dat is bijvoorbeeld in centimeter, of in decimeter, of in meter, et cetera. Dan hebben we oppervlakte van een cirkel. Die komt uit deze les. Is pi keer straal kwadraat. Vergeet het kwadraat niet op te schrijven. Dat moet je echt doen. En omdat het de oppervlakte is, zou je dan bijvoorbeeld in vierkante centimeters of vierkante decimeters, vierkante millimeters, whatever, vierkante kilometers, vierkante meter, maar dus ook die bijzondere maten zoals hectare of are, et cetera. Oppervlaktematen. Dat was de uitleg. Jullie kunnen aan de slag met som 57 en 60 tot en met 64. Dat is huiswerk voor maandag.